Schrijver Jerry Finisi heeft zijn eerste boek, Van waar je ook komt, gisteravond gepresenteerd aan het publiek van de maandelijkse bijeenkomst van de schrijversgroep 77 in Tori Oso. Finisi, die zijn boek op 31 januari heeft gelanceerd, wil daarmee voornamelijk jonge heren motiveren dat zij ondanks hun moeilijkheden succes kunnen boeken in het leven. Hij schreef het boek gebaseerd op zijn eigen ervaringen en dat van naasten. Mijn broertje leeft niet meer, maar we komen uit het binnenland. Tijdens de Binnenlandse Oorlog zijn we verhuisd naar Paramaribo als evacuees. En we hebben de school kunnen volgen. We woonden op Ingangsheger, een ghettobuurt, met een huis van de ramen tegen spijken. We hadden geen water binnen, we moesten 1 kilometer water showen. Maar dan nog onder de omstandigheden, mijn oude moeder die is niet naar school gegaan. Dus de begeleiding van ouders die was niet zo. Ze zat wel met me en ik ging studeren. Ze zat erbij, maar ze keek, ze gaan niet lezen, ze kan niet met wiskunde of natuurkunde, maar ze zat erbij. En maar die omstandigheden, heb ik gezien van mijn broertje, die is wel naar school kunnen gaan. Hij is een naden afgerond, heeft een bedrijf opgezet, succesvolle bedrijf. Dit bedrijf bestaat nog steeds. Hij heeft het ongeveer 10 jaar kunnen runnen. En daarna is hij overleden. Hij was 37 jaar toen hij overleed. Maar dus dan denk ik van oké, maar als hij het niet kunnen doen, onder de omstandigheden, en zoveel mensen in Suriname kan doen, onder de omstandigheden, dan moet er dan geen excuus zijn voor mensen om te zeggen, ja maar ik kan het niet. En vandaar dat de titel ook, van waar je ook komt, wanneer je inzet voor iets. En positief blijft kiezen, zal je wel ergens komen. In het boek beschrijft Finisi onder andere het verschil in opleidingsniveau tussen jonge mannen en vrouwen en de drang van jonge heren om vroeg geld te verdienen. Silva Kumar, ondervoorzitter van de schrijversgroep 77, zegt dat mensen het boek helemaal moeten uitlezen om de boodschap helemaal te begrijpen. Volgens Finisi komt de boodschap duidelijk ook naar voren als het boek helemaal is uitgelezen. Ja, maar de bedoeling van het boek is dat je hem af moet maken. Als je het boek leest en je begrijpt het bij de eerste pagina, dan ga je stoppen. Dus om het verhaal compleet te begrijpen moet je alles lezen. Natuurlijk, dit heb ik gehoord dat iemand boos is geworden. Ik denk boos in die zin dat het niet een stimulatie van mensen, dus het lijkt stimuleren. Het lijkt stimuleren, ja, precies. Het lijkt stimuleren. Maar kijk, we moeten het niet dokken voor de realiteit. Dat ding wat ik heb beschreven, ik kan jullie allemaal morgen brengen en ik kan jullie het laten zien. Het gebeurt elke dag, nu. Die jongens zijn in november zijn er een paar jongens overleden in de Matawai-gebied. Ja. Dat is wat gebeurt. En elke dag zijn jongens die dat doen. Precies zoals het beschreven. En misschien 1 keer in een maand, 2 keer in een maand moeten we jongens gaan zitten daar met een kapotte been. Finisi ziet zijn boek geenszins als een uitnodiging voor jongeren om illegaal goud te gaan delven. Door de situatie in bijvoorbeeld de goudvelden te schetsen, wil hij wijzen op de gevaren van bepaalde situaties. En daarmee geeft hij wijze lessen mee die jongeren kunnen meenemen in het leven.